jongens en meisjes, vandaag bij Spelling gaan we weer werken in het gewone spellingswerk van Ginzy. Dus we drukken links onderin op het vierkantje. En dan zie je staan dat we vandaag de les pauw gaan maken. Want dat is de les die groen is, dus die gaan we maken. Als je daarop klikt, zie je dat we het weer gaan hebben over de atjesouw en de korte ei. En dit zijn weetwoorden, dus daar kan ik helaas niet heel veel over uitleggen. Dat zijn woorden die je moet weten hoe je ze schrijft. Denk wel nog aan de categorieën. Dit is in principe gewoon categorie 1. Ik schrijf het woord zoals je het hoort. Maar denk altijd bij een woord nog even, hé, welke categorie hoort hier ook alweer bij? Heel veel succes!